In Eindhoven is donderdag het EK Korte Baan van start gegaan. In een sfeervol Pieter van den Hogeband zwemstadion begonnen de nationale en internationale zwemmers met de series. Op de eerste dag lieten de Nederlandse vrouwen zien dat ze top zijn op de 100 meter vrije slag. Ranomi Kromowidjojo plaatste zich als eerste voor de finale van morgen. Femke Heemskerk als tweede. En er was meteen al een medaille. Monique Nijhuis veroverde zilver op de 50 meter schoolslag. De Nederlandse estafetteploeg eindigde vierde in de eindstrijd van de 4x50 meter wisselslag. Titelverdediger Robin van Achelen verzekerde zich van een plaats in de finale van de 100 meter schoolslag. Tot en met zondag vindt het EK plaats in Eindhoven.